Ja, ik woon in de gemeente Loppersum op het Hogeland. En het wemelt hier van de mooiste kerken, zou je kunnen zeggen. Maar als het gaat om wat is nou echt, wat spant de kroon, dan zou ik zeggen, daar hoort Leermens zeker bij. En ja, het is eigenlijk heel bijzonder dat in zo'n klein dorp zo'n grote kruiskerk is gebouwd. Ik voel me heel nauw verbonden met godshuizen, zo beleef ik ze ook. Maar de architectuur waarin ze gebouwd zijn, dat boeit mij zo buitengewoon. Dan denk ik, jongen, wat een voorrecht dat je te midden van die cultuur mag leven. Je hoeft helemaal niet naar Italië of Frankrijk of Duitsland om het mooiste op dit gebied te ervaren. Gewoon in eigen omgeving. Wij hebben de pastorie, de middeleeuwse pastorie, helemaal herbouwd. En die is uitermate geschikt om tentoon te stellen. Dit huis staat in een hele mooie omgeving. Dus als het mooi weer is, kunnen ze buiten een kop koffie of thee krijgen. Het is hier gewoon heel aangenaam vertoeven. Ik beschouw het echt als een grote zegen dat ik in de gelegenheid ben geweest om dit te kunnen creëren. Als we die kerken zouden missen, dan zou het Groningenland een heel belangrijk stuk van zijn charme missen.